Karl-Heinz Ross. Een Duitse soldaat die in 1944 het leven redde van twee Nederlandse kinderen. Een verhaal waar 60 jaar lang niet over gesproken mocht worden. In een speciale uitzending van Netwerk gaan we op zoek naar het verzwegen verhaal van Karl-Heinz Ross. Goedenavond. 32.000 graven telt deze militaire begraafplaats in het Limburgse IJsselstein. Onder ieder kruis een Duitse soldaat, gesneuveld in de Tweede Wereldoorlog. In Netwerk vanavond het verhaal van één van hen, Karl-Heinz Ross. Op 6 oktober 1944 kwam er een plotseling einde aan zijn jonge leven. Sinds die dag is er met geen woord meer over zijn dood gesproken. 60 jaar later zijn er twee Nederlanders die dat stilzwijgen doorbreken. Jan en Toos Kilsdonk. Zonder Karl-Heinz Ross hadden zij niet geleefd. Maar waarom hebben zij 60 jaar lang de daad van hun redder doodgezwegen? Netwerk reconstrueerde de gebeurtenissen op die 6 oktober 1944. In de reportage is een deel van die bewuste herfstdag nagespeeld. Het ware verhaal van Karl-Heinz Ross. Opgetekend door verslaggever Geert-Jan Lasche. Wij hebben dus 60 jaar mee rondgelopen. Dit werd min of meer doodgezwegen. Ja. Ah ja. Als Hitler aan de macht komt, is Karl-Heinz Ross net 7 jaar oud. Het zal dan nog 10 jaar duren voordat ook hij de oorlog ingetrokken wordt. We willen een volk zijn. En ihr, mijn Jugend, zal dieses volk nu werden. Varkensstallen omheinen deze enorme Duitse militaire begraafplaats in IJsselstein, Limburg. Wanneer de wind ongunstig staat, hangt een zure geur van mest over de meer dan 32.000 graven. Het is hier kaal en desolaat. Weinig mensen nemen de moeite deze Duitse dodenakker te bezoeken. Bijna niemand weet überhaupt dat de begraafplaats bestaat. In het kader van een project over de Tweede Wereldoorlog maakt een schoolklas uit het Duitse Aken de graven schoon. Deze scholieren hebben dezelfde leeftijd als de meeste gesneuvelden. Het moet ze bewust maken van hun eigen geschiedenis. Het leven achter dit kruis heette Karl-Heinz Ross en duurde maar 18 jaar en 3 dagen. Een gewone Duitse soldaat die vlak voor hij sneuvelde iets heel ongewoons deed. Een kleine daad met verstrekkende gevolgen. Moest dat zo? Hè? Hij had net zo goed aan zijn eigen leven kunnen denken en snel weg kunnen zijn en ons daar laten zitten. Had hij ook gekund. Het verhaal van Karl-Heinz Ross was 60 jaar lang taboe. Het waren maar moffen en het was... Ja, het was een mof. En daar was het. Om de tragische dood van deze Karl-Heinz Ross zorgvuldig te kunnen reconstrueren, gingen we op zoek naar hen die het moeten weten. We spraken met ooggetuigen. Leo Vermeer, de buurjongen van de familie Kilsdonk. De twee sleutelfiguren in dit verhaal, Jan Kilsdonk en Toos Kilsdonk.
ome Kees, de broer van moeder Keelsdonk. En Fien Trommelen, het zusje van mevrouw Keelsdonk. We vroegen ons af wie de mens Karl-Heinz Rosch was. En we spraken onder andere met zijn jeugdvriend, Horst Nauman. En met Rolf Weber, die samen met hem in de Hitlerjugend zat. We vonden originele legerdocumenten in het Wehrmachtarchief in Berlijn. Ook traceerden we brieven van Karl-Heinz zelf, van vader Rosch en van opa Rosch. Zo kunnen we tot in detail teruggaan naar wat er gebeurde in oktober 1944. Maar eerst het verhaal over Karl-Heinz zoals het 60 jaar lang als de enige waarheid gold. 3 oktober 1944, Brabant, Goorle, vlak achter de Duitse linies. Op een paar kilometer afstand wachten geallieerde troepen op de definitieve aanval. Duitse soldaten zijn ingekwartierd in boerderijen. Zo ook Wehrmachtssoldaat Karl-Heinz Rosch. Hij schrijft die avond aan zijn familie over een bang voorgevoel. In mijn hart ahne ik dat ook mij eenmaal het schicksal trifft. Wenn ihr diesen Brief öffnet und lest, dann bin ich selbst nicht mehr unter euch, sondern meine Gedanken werden bei euch weilen. Es soll dies mein letzter Gruß an euch alle sein. Trauert nicht um mich, sondern tragt es mit Stolz. Seid mir nicht böse und vergebt meine schlechten Seiten. Nun seid noch einmal von ganzem Herzen gegrüßt, ihr Lieben, euer Karl-Heinz. Goorle, 3 dagen later, 6 oktober 1944. Boerenzoon Leo Vermeer ziet hoe het lijk van een jonge Duitse soldaat op een oude staldeur wordt weggedragen. Het is Karl-Heinz Rosch. De soldaat zou op het erf van de buren door een granaat zijn geraakt. Wat was er nog van over? Ja, wij zijn van over op zo'n manier, hè. Stukken en brokken, hè. Niet hebben kleding en toestanden. Meer eigenlijk niet, hè, want... Is dat beeld u lang bijgebleven? Nou, dat was toen toch wel anders, hè. Het waren de vijand en wij waren nog jeugdig en dat ging toch vrij snel weer weg, hè. Vrij snel. Heel je had raar. Daar toen geen gevoel bij? Nee. Karl-Heinz Rosch wordt die dag begraven in de voortuin van de familie Vermeer. Vlak naast zijn beste kameraad Rudy Meinl, die bij een ander incident is omgekomen. Ook de buren Keelsdonk staan toe te kijken. Leo is verbaasd dat deze familie de inslag heeft overleefd. Moeder en kinderen waren immers thuis toen de granaat ontplofte. Later die dag doet Leo op het erf van de buren een lugubere ontdekking. De Duitsers hadden het bergen van hun gesneuvelde kameraad niet zo nauw genomen. Wat lag er? Ja, stukken kleding. En ook een stuk laars, weet niet, met de tenen erin. Hier lag wat en daar lag wat en een boom hing van alles. In het water bovenin, dat dreef gewoon zo'n stuk been. Zo, van de voet tot hier. Maar daar gingen ze allemaal niet uit de boom vissen en bij elkaar scharrelen om. Dat deden ze gewoon niet. Die avond schrijft een officier aan de ouders dat hun zoon Karl-Heinz niet meer leeft. Leo gluurt naar binnen en proeft de sfeer. Het was donker. Een paar van die kaarsjes op tafel en die sfeer. Hè? De brancard waar ze die anderen meegebracht hadden, die stond in de hoek van de kamer, ook met bloed erop en zo. De schop ernaast. Hochverehrte Herr Rosch, ich muss Ihnen die traurige Nachricht übermitteln, dass Ihr Sohn Karl-Heinz am 6.10.1944 bei den Kämpfen nördlich Thürnhaut den Heldentod gestorben ist. In herzlichster Verbundenheit, Oberleutnant Reich. Gewoon een deuntje te fietelen, zeg maar, want echt spelen kon hij niet. Dus er werd niet echt getreurd om Karl-Heinz Rosch. Ach, hoe gaat het in zo'n leger? Heden ik en morgen jij. Dresden, Oost-Duitsland. 9 november 1944, een maand later.
Felix Roche, de vader van Karl-Heinz, vraagt om opheldering over de dood van zijn zoon. Hij schrijft een brief naar de commandant. Sehr geehrter Herr Oberleutnant, ich bitte Sie, mir mitteilen zu wollen, wie der Tod meines Sohnes eingetreten ist. Musste er langer Zeit leiden oder trat der Tod sofort ein? Ich bitte, mir nicht zu verschweigen, sondern die volle Wahrheit mitzuteilen. Twee maanden later, 10 januari 1945, wordt zijn brief beantwoord. De commandant schrijft: Im Feld am 10. Januar 1945. Sehr geehrter Herr Roche, uns überraschte ein plötzlicher Feuerüberfall. Granatsplitter hatten seine Brust getroffen. Ich habe ihn selbst zum nächsten Bauernhof tragen helfen. Er schlief in meinen Armen, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben, ruhig ein. Als letzten, schmerzlichsten Dienst konnte ich meinem Kameraden nur noch die Augen zudrücken. Ihr Oberwachtmeister, Wustmann. De man voegt nog een stafkaart bij, waarop de precieze locatie van Karl-Heinz graf staat aangegeven. Voor het geval dat vader Roche de plek ooit nog eens wil bezoeken. Eind oktober 1944 wordt Gorle bevrijd. Tijdens de gevechten komen 74 jonge Duitse soldaten om, maar daar staat niemand bij stil. Een half jaar later zijn alle Duitsers uit Nederland verdreven. Oost-Duitsland wordt nu bezet door de Russen. Ouders en grootouders Roche wonen in dat deel. Reizen is voor hen onmogelijk. Ze kunnen het graf van Karl-Heinz daarom niet bezoeken. Op 17 oktober 1947 schrijft opa Roche een brief aan de gemeente Gorle. Onze lieve Enkel, de kanonier Karl-Heinz Roche is bij de zware kämpfen in Gorle gevallen. We bekamen die schmerzliche Nachricht, dass er in einem Bauernhofgarten mit seinem Kameraden Meinl in die Erde gebettet ist. Es ist für uns ein tiefer Schmerz zu wissen, dass unser lieber Enkel Karl-Heinz so weit von uns entfernt in kühler Erde ruht. Wir würden dem braven Sohne sein Grab gerne mit Blumen schmücken. Aus diesem Grunde bitte ich Sie, mir behilflich sein zu wollen. Tausend Dank im Voraus, hochachtungsvoll, ergebenst, A. Roche. De gemeente stuurt het verzoek door naar de boerderij van Vermeer. Leo, die op school Duits heeft geleerd, zal kort daarop aan opa antwoorden dat aan zijn wens is voldaan. Leo verzorgt de graven totdat die in 1948 overgebracht worden naar de begraafplaats in IJsselstein. Jaren later rijdt opeens een auto met Duits kenteken het erf op. Het is de vader van Karl-Heinz Roche. Hem wordt de plaats aangewezen waar zijn zoon zoveel jaren begraven lag. Leo Vermeer voelt zich onwennig over het contact met deze Duitse familie. De oorlog was nog niet zo heel lang geleden voorbij. Het waren maar moffen. En het was... Het waren maar moffen. Het bezoek van Karl-Heinz vader in Gorle is het laatste contact geweest met de familie Roche. Heeft u ze toen verteld wat Karl-Heinz gedaan heeft voor de stief? Nee. Ze weten niet beter dat hij gesneuveld is. Nee. Maar... Het hoofdstuk van de Duitse soldaat die ooit in een moestuintje in Gorle begraven lag, lijkt afgesloten. Alleen de helm, die na de explosie bleef liggen, herinnert nog aan die Duitser die sneuvelde op het erf van de familie Kilsdonk. De helm van Karl-Heinz is al die jaren gebruikt door Leo's broer voor het voeren van kippen en varkens. En dit verhaal gold 60 jaar lang als de enige waarheid. Er is nogal iets, hè? Daar gaat toch wel doorheen, hoor. Ja. Ja. Ja, dat is een heel naar gevoel eigenlijk, hè? Want wat als nu blijkt dat er ook een heel ander verhaal bestaat over de dood van Karl-Heinz? Een verhaal dat angstvallig geheim gehouden wordt. Iets dat de familie Roche heel graag had willen weten, maar hen verzwegen wordt, omdat er een taboe op rust. Daar praten ze toch weinig over. En, Dit werd min of meer doodgezwegen. Ja. Ja, waarom? Dat weet ik niet. Ik heb er dus 60 jaar mee rondgelopen. Nou, dat blijft ook heel leven bij. Dan gaan we nooit meer weg, denk ik.
Waarom wacht iemand 60 jaar lang met het vertellen van een verhaal? Een verhaal waaruit nabestaanden zoveel troost hadden kunnen putten. Tante Vien en oom Kees waren kind aan huis bij de familie Kilsdonk. Beiden hebben al die jaren, net als de familie, het echte verhaal over deze Karl Heinz doodgezwegen. Wij zijn keihard grootgebracht, dus moesten we vooruit. We mochten ook niet over praten. Je werd allemaal al een beetje bang. Je wist niet wat er hier gebeuren als je zoiets zit. Dat je misschien erop aangekeken werd en dat je dus niet meer meetelde in zo'n dorp. Zulke dingen gebeuren dan uiteindelijk. Ja. Dat men dan zou zeggen, u was pro-Duits. Ja, precies. Ja. En daarom werd maar niet gesproken over dit verhaal. Ik werd het gewoon gezwegen eigenlijk. Toen was men bang om te praten over de vriendschap met een Duitse soldaat. Angst voor de reacties van het dorp. Ze dan begonnen te schelden en dan zijn ze ook uitgemaakt dat misschien Brens Beier op samenwerken met de Duitsers. Zo niet geredeneerd, ja. En dan achteraf, als je zelf kinderen hebt, dan ga je anders praten. Want nu resten er gewetensbezwaren. Spijt, want alles is anders. Nu willen Jan en Toos Kilsdonk de familie Roche wel graag ontmoeten, om ergens dankjewel voor te zeggen. Maar het contact is verbroken. Waar is de familie Roche? Zijn er nog familieleden in leven? Wie was die Karl Heinz eigenlijk? En wat is er precies op die 6e oktober 1944 gebeurd? Jan en Toos willen van hun gewetensnood af. Dat ik dan rust op krijg, hè? Om dat weer af te sluiten, denk ik dan weer, hè? Er zit nog een stukje onrust bij u. Ja, het is wel lang naar de rand, maar dat moet ik nou nog verwerken. Ja. Het is heel jammer voor de jongen en ik zou tegen die familie dan toch zeggen van, wat zijn we je schuldig, hè? Maar is het niet veel te laat voor al deze vragen? Een paar brieven en foto's, dat zijn de enige aanknopingspunten in onze zoektocht naar de familie Roche. Het adres op een van die brieven brengt ons naar dit huis in Nerschau, vlakbij Leipzig. Hier hebben opa en oma Roche gewoond tijdens de oorlog. Zal er nu nog steeds familie wonen? Goedendag. Sind Sie Herr Ross? Nein, ich bin nicht Herr Ross. Mein Name ist Reisig. Deze meneer Reisig vertelt ons dat opa Roche dit huis aan zijn familie heeft verkocht. Zo zag het huis er vroeger uit, voordat het in 1943 werd verwoest door een geallieerde afzwaaier. Een jaar na het bombardement sneuvelde hun kleinzoon Karl Heinz aan het front. En daarna overleed oma Roche. Opa raakte verbitterd. Hij vertrok met onbekende bestemming. Waar moeten we nu verder zoeken? Zestig jaar lang is op de boerderij van Kilsdonk een geheim verzwegen. Altijd werd aan de buitenwacht maar een half verhaal verteld. Want niets mocht bekend worden over de werkelijke dood van Karl Heinz Roche. Nu wil de familie wel praten. Om precies in beeld te krijgen wat er werkelijk gebeurd is op dit boerenerf, moeten we opnieuw van vooraf aan beginnen. Terug naar de zomer van 1944. In juni landen de geallieerden in Normandië. Duitsers slaan op de vlucht. De geallieerde opmars stopt bij de Nederlands-Belgische grens. Van deze adempauze maken de Duitsers handig gebruik. De beste soldaten aan het front maken zich uit de voeten, zodat ze geen kanonnenvoer worden. Het Duitse leger, daar was geen eer meer te behalen. Hè? Nergens meer. Hè? Dus die jongens zullen ook wel eens gedacht hebben wegwezen. Hè? Maar ja, dat lukt niet iedereen. Hè? Want de lege plaatsen aan het front worden meteen weer opgevuld door jonge scholieren en oude mannen. Ongetrainde soldaten, vers uit Duitsland. Gestoken in afgedankte uniformen en voorzien van tweederangs geschut. Een van die groentjes is de 17-jarige Karl Heinz Roche. Hij wordt ingekwartierd in de boerderij van de familie Kilsdonk. Die Duitsers zaten daar toen koffie te drinken. Die zaten daar koffie te drinken. Ja.
Want hoe spraken uw ouders over deze jongen? Geweldig, die zei, oh ja, dat was geen Duitser. Hij maakte het best heel goed verstaanbaar, dus hij, ja, hij was ook net zomaar van de school af, is dus net een soldatenpakje aan en naar Holland, zo ging het, hè. Anders dan met zijn voorgangers kan de familie Kilsdonk het met Karl Heinz goed vinden. De jonge Duitser voelt zich thuis op de boerderij. En zou zelfs zo nu en dan een handje hebben geholpen. Hij was kanonier, hè. Hij was dus gewoon, granaten slepen, hè. Hij had ook geen rang of zo, of... Ja, dat kan ook niet na 3-4 maanden diensttijd. Hè? Opa Roche is dus met onbekende bestemming vertrokken. Wat nu? We gaan naar het gymnasium waar Karl Heinz zijn diploma haalde, vlak voor hij opgeroepen werd voor de Weermacht. Daar vinden we nog een oude foto waar Karl Heinz op staat. Via de lijst van klasgenoten komen we uiteindelijk terecht bij professor Dr. Horst Nauman. Samen brachten ze hun jeugd door. Karl Heinz was destijds zijn beste vriend. De herinnering aan zijn boezemvriend doet verdriet en rijdt een oude wond open. Ik wilde eigenlijk toch vieles was een... Das Leben vergällt hat, wollte ich eigentlich doch ein bisschen vergessen. Horst Nauman schetst uns die Jeugd von Karl Heinz. Karl Heinz wird op 3 Oktober 1926 geboren in Meißen. Hij is een ongewenst kind. Zijn komst dwingt zijn ouders om te trouwen. Een huwelijk dat vrijwel meteen op de klippen loopt. Al na een paar jaar trouwen zowel zijn vader als zijn moeder opnieuw. Karl Heinz voelt zich niet langer gewenst. Hij heeft het gevoel dat hij beide huwelijken in de weg staat. Als zijn vader in het leger gaat, wil hij niet langer bij zijn stiefmoeder wonen. Daarom groeit hij op bij opa en oma in Nerschau, waar hij zich wel geborgen voelt. Karl Heinz kon zich bij zijn grootvader uitspreken. Hij vond also immer een offenes oor. En het was ook zo, hij had zijn grootvader eigenlijk niet zorgen gemaakt. Hij was also een... Nicht ein braves Kind, würde ich sagen, aber er war ein Kind, das in jeder Beziehung gut war. Es gab mit ihm auch in der Klasse keine Auseinandersetzung. Ich habe nicht einen einzigen Streit mit ihm gehabt. Zeker de helft van Karl Heinz' klasgenoten is in de oorlog omgekomen. Der ist nach dem Krieg gestorben, der ist im Krieg gefallen, der ist im Krieg gefallen, der lebt noch. Der ist im Krieg gefallen, der lebt noch. Er lebt auch noch, der ist von der Schule abgegangen, der ist im Krieg gefallen. Der ist im Krieg gefallen, der hier ist im Krieg gefallen. Karl Heinz zwerft vaak met zijn hond in het bos. Hij is erg geïnteresseerd in de natuur en wil later dan ook graag boswachter worden. Karl Heinz is een slimme leerling en hij is goed in sport. In de vakanties gaat hij af en toe naar zijn stiefmoeder. Maar met zijn echte moeder heeft hij geen enkel contact. Als hij een vriendin krijgt, valt hij niet in de smaak bij opa en oma. Iets dat hem somber maakt, maar wat tegelijk onbespreekbaar is. Dat was taboe, ja. Ja, was taboe. We wilden ons dan niet gegenseitig wehtun, sondern we wilden ja vrienden zijn. Dat had men eben ook angemerkt. Maar oft bedrückt. We moesten ihn oft aufrichten. Maar waar is de familie Roche nu? Volgens Horst Nauman heeft Karl Heinz' vader tijdens de oorlog in Dresden gewoond. Uit zijn tweede huwelijk zouden ook nog kinderen geboren zijn. Met die halfbroers had Karl Heinz goed contact, zegt Nauman. Maar Dresden is in februari 1945 massaal gebombardeerd, waarbij vele tienduizenden doden vielen. En daarna heeft Horst nooit meer iets van de familie Roche gehoord. Het is waarschijnlijk dat geen enkele nabestaande van Karl Heinz meer in leven is. Horst Nauman raakt geëmotioneerd bij die gedachte. Man müsste eigentlich jeden Menschen ins Herz schreiben, dass er sich gegen den Krieg wendet mit allem, was ihm zur Verfügung steht. Aber
Das ist so sinnlos, denn der Krieg wird ja nicht von den kleinen Leuten gemacht, sondern den Krieg machen ja die da oben. Terug naar Brabant, najaar 1944. Iedereen maakt zich klaar voor de definitieve aanval van de geallieerden. Sommige Duitsers zijn vast van plan zich dood te vechten. Maar Karl Heinz is bang voor de naderende strijd. Zo blijkt uit brieven aan zijn opa. Hij wil graag weg bij het front, maar de commandant wijst zijn verzoek af. Dan legt Karl Heinz zich neer bij zijn lot en besluit er maar het beste van te maken. Dat Karl Heinz niet op kwaad uit is, wordt opgemerkt door de familie Kilsdonk. Het was een hele jonge gast, je kunt ook zien op de foto. Een hele leuke kerel. Heel lang was je ook, is ook al te zien. Hè? Goed van hart. Hoe wisten ze dat? Nou, dat hij op met de kinderen erop trok natuurlijk, hè, als ze aan het spelen waren. Karl Heinz had bij de familie Kilsdonk gevonden dat wat hij zelf altijd had gemist. Zo groeit er vertrouwen. Want uw ouders hadden dingen in huis die ze niet mochten. Ja. Oh, ja, ja. Inderdaad. We hebben gewoon veel geluk gehad met zo'n man die het gewoon komt verraden. Die komt verraden van wat die grote bazen van hun plan waren. Hè? Want Karl Heinz behoedt de familie Kilsdonk voor veel ellende. Hij waarschuwt ze voor de nieuwste plannen van de Duitsers. Hij geeft door wanneer hoge Duitse officieren langs zullen komen. En hij vertelt vader Kilsdonk wat hij beter op kan bergen. Fietsen, radio's. Hij was dus eigenlijk in principe was hij tegen de Duitsers. Hij was een uitschieter. Kijk, en het leger kan nooit niet zo slecht zijn, al zijn er een paar goede bij. Overigens maakten de Duitsers korte metten met soldaten als Karl Heinz als ze betrapt werden. Het lekken van informatie was een doodzonde. Als je deed, ja, dan kon je het wel vergeten, hè? Zo was het gewoon. Wat dan? Nou, dan werden we mee. Nu hoeven ze hier niet laten sneuvelen, deden ze het zelf wel. Hè? Heeft de familie Roche het bombardement in Dresden overleefd? Is ooit nog iets van ze vernomen? We hervatten onze zoektocht, speurend naar nieuwe aanknopingspunten. Iemand herinnert zich het adres in Dresden. We gaan erheen. Het huis staat er nog, maar de familie Roche is verdwenen. Van buren horen we dat de familie ongedeerd gebleven is. Kort na de oorlog waren ze naar het Vrije Westen gevlucht. Alleen opa Roche bleef achter. Hij stierf in 1967. Ons spoor loopt weer dood. Dan is er nieuws uit Nerschau. Daar waar Karl Heinz zijn jeugd heeft doorgebracht. Ene Rolf Weber wil wel iets vertellen over Karl Heinz, maar in de kerk en samen met de dominee. Rolf Weber neemt ons mee naar het enige gedenkteken in het dorp voor gevallen soldaten. Ah, hier lees ik. Roche Karl Heinz. Am 3. oktober 26 en am 6. oktober 44 gevallen. Also 18 jaar en 3 dagen is der arme kerl alt geworden. Rolf Weber zat samen met Karl Heinz bij de lokale Hitlerjugend. Dat is im Sommerlager in Brandis. Dat hier ganz zurückhaltend, dat is Karl Heinz Roche. Er had niet die Art, zich in den Vordergrund zu drängen. Ja, als Jungen hatten wir da viel Spaß an sowas. Dat is kurz bevor wir eingezogen wurden
Im Herbst sind wir dann eingezogen worden. Also mit 16,5. Und danach haben Sie sich nie mehr gesehen? Nie mehr gesehen, ja. Hitler wilde dat ieder kind zijn gedachtegoed overnam. In 1941 verplichtte hij alle jongeren ouder dan 10 jaar lid te worden van de Hitlerjugend, zo ook Karl Heinz. Hoewel de Hitlerjugend bedoeld was als kweekschool van het leger, zou die in de praktijk in Nerschau meer neerkomen op een soort padvinderij. Omdat Karl Heinz de hoogst opgeleide was in de lokale jeugdclub, werd hij tot leider gekozen. Daar was hij. Bald auch hatte er eine führende Rolle, die er aber nicht ausnutzte, sondern er war immer bescheiden. Ein guter Kerl. Ein guter Kerl. War er ein begeisterter Nazi? Nein, war er nicht. Mit Politik hatten wir nicht allzu viel im Sinn. Toen ze beiden naar het front moesten, vlak voor het eind van de oorlog, hebben Karl Heinz en Rolf belijdenis gedaan van hun geloof. Samen, hier in deze kerk. Dat was hier. We waren dan hier uitgereid. Ik weet het niet of we niedergekniet zijn, maar er werden immer einige konfirmiert. En dan gab es ook voor jeden een Bibelspruch dazu. Und das hat der Karl-Heinz hier auch miterlebt. In het archief van de kerk ligt nog een oud belijdenisboek. Daarin vinden we de namen van alle catechisanten die zondag belijdenis deden. Ook staat genoteerd welk bijbelvers Karl-Heinz meekreeg. Rosh Karl-Heinz. En dan is de konfirmationsspruch aus dem Johannesevangelium, kapitel 14. Glaubet an Gott, glaubet an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Für mich ist so ein Wort ein ganz großer Zuspruch. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ja. Dass dann Menschen dort bei Gott das finden, was ihnen auf Erden nicht vergönnt ist. Damit kann man sich trösten. Terug naar Goorle, de boerderij van Kilsdonk. 3 oktober 1944. Karl Heinz is jarig. Hij wordt 18 jaar. De familie Kilsdonk besteedt er aandacht aan. Diezelfde avond schrijft hij zijn laatste brief naar huis. In mijn herzen ahne ik dat ook mich einmal das Schicksal trifft. Trauert niet om mich, sondern tragt es met stolz. Seid mir nicht böse und vergebt meine schlechten Seiten. Bitte stoßt mein Mädchen nicht von euch. Wir beide hielten zusammen. Nun seid noch einmal von ganzem Herzen gegrüßt, ihr Lieben. Euer Karl Heinz. Hoe we ook proberen informatie te krijgen en hoeveel mensen we ook benaderen, niemand weet of er nog nabestaanden van Karl-Heinz Rosch in leven zijn. Hier in de Wiertskasse te Keulen zou de familie Rosch gewoond hebben. We vragen wat rond in de buurt, maar ieder spoor van de oudbewoners van dit huis ontbreekt. De burgerlijke stand geeft duidelijkheid. Vader Felix Rosch is in 1967 door een hartaanval getroffen. Karl-Heinz stiefmoeder stierf in 1993. En zijn echte moeder overleed in 1986. In de overlijdensakte van de familie Rosch staan geen kinderen bijgeschreven. Zouden er dan toch geen halfbroers zijn? We gaan naar het grootste archief van Duitsland, het Wehrmachtarchief in Berlijn. Misschien dat we hier nog iets meer te weten komen over Karl Heinz. Ja, wir haben in unserem Hause Unterlagen über 18 Millionen Kriegsteilnehmer, Teilnehmer des Zweiten Weltkrieges, alles Angehörige deutscher militärischer Verbände. Ah, ja. Und hier ist Karl-Heinz Rosch geboren, 3.10.1926 in Meißen. Er ist ein Dossier über Karl Heinz,
Maar wat staat erin over zijn dood? Ja, ik heb die Karteikarte nog einmal überprüft und wir haben noch einige zusätzliche Informationen gefunden. Ja, wir haben ja nur diese schriftlichen Informationen, die wenigen, die uns vorliegen. Und wir können ihm nur sagen, dass er im Juli 1944 einberufen wurde, dann sich in der Ausbildung befand in Holland und eben dann im Oktober 1944 gestorben ist. Wir haben keine Hintergründe über die Umstände, wie er gestorben ist, nur dass er eben bei einem Einsatz gefallen ist. Auf welche Art und Weise ist uns leider nicht bekannt. Keine Idee. We moeten concluderen dat de zoektocht naar de familie Roche een mission impossible is. De familie Kilsdonk heeft te lang gewacht. Maar dan meldt zich zomaar opeens een ambtenaar uit Keulen. Hij had gehoord van onze speurtocht. In een telefoonboek vindt hij een adres in Reute, een plaatsje in Zuid-Duitsland. Hier woonde de stiefmoeder van Karl Heinz na de dood van haar man Felix Roche. Zou er nog steeds familie wonen? We bellen naar het adres en krijgen een meneer Roche aan de telefoon. Of zijn opa misschien in Nerschau heeft gewoond? Ja. Of hij misschien een halfbroer heeft die Karl Heinz heet? Ja, die is dood. Maar mijn broer Ingolf is nog wel in leven. We hebben beet. Twee halfbroers van Karl Heinz. We gaan erheen. Ja, also. We hebben ons maar goed verstanden wie richtige Brüder, trotz der Halbbruder war van ons. Ne? Meist ist ja zwischen Halbbrüdern und Brüdern immer etwas, eine Sperre drin. War da gar nicht. Ne? Das sieht man ja auch in Bildern, wo wir drauf sind. Ne? Solange meine Großeltern noch lebten, war der Karl-Heinz immer im Gespräch. Das war. Da gehörte ja einfach dazu. Ze ontmoeten elkaar in de schoolvakanties bij opa en oma, Karl Heinz en de kleine broertjes Diethelm en Ingolf. Hij had een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Altijd probeerde hij zijn kleine broertjes iets te leren. Jagen, sporten, omgaan met dieren. De oorlog leek lange tijd aan hen voorbij te gaan. En toen ging hun oudste broer als soldaat naar Nederland. Ich meine, dass er ein gutes Verhältnis zu den Bauern hatte, das wussten wir. Das hat er, glaube ich, auch mal geschrieben. Habe ich von meinen Eltern mal was gehört. En toen kwam de onheilstijding. Hochverehrter Herr Roche, ich muss Ihnen die traurige Nachricht übermitteln, dass Ihr Sohn Karl-Heinz am 6.10.1944 bei den Kämpfen nördlich Thürnhaut den Heldentod gestorben ist. Tja, wenn ein Bruder weggeht, wenn ein Bruder stirbt, fällt, ist schwer. Der Bauer hat uns geschrieben, dass er von Granatsplittern den Brustkorb getroffen wurde und daran sehr kurzfristig gestorben wäre. Und hat er Ihnen noch andere Geschichten über ihn erzählt? Gar nichts. Wollen Sie hören, wer gefallen ist? Ja, gerne. Ja, ja. Das möchte ich gern. Wat werd al die jaren verzwegen over de dood van Karl Heinz? Goorle, 6 oktober 1944, 3 dagen na Karl Heinz' verjaardag. En die heeft bij ons, dat weet ik nog, bij ons moeder een bekje koffie gedronken. Een dag die eigenlijk niet anders is als alle andere dagen. Karl Heinz krijgt een kop koffie van moeder Kilsdonk. Hij ziet Jan en Toos op het erf spelen. Wij waren beurt aan het speulen. Ja, dat doen kinderen. Ik en Jan waren beurt aan het speulen. Maar dan wordt Karl Heinz plotseling onrustig en nerveus. Wat aanleiding daartoe gaf, blijft onduidelijk. Een trilling, een geluid, een voorgevoel. Fien Trommelen, die dan bij haar zus aan het werk is, gooit het op intuïtie. Die heeft het gevoel gehad dat hij kinderen moest redden. Dus hij vliegt naar buiten. Terwijl zijn eenheid dekking zoekt voor een gevaar waarvan de familie Kilsdonk nog geen weet heeft, kiest Karl Heinz doelbewust voor het lot van de kinderen. Gewoon met een kraakgebad eentje zo binnengetrokken.
En die deur die werd opengegooid en kwam hij aan met twee kinderen. Fien ziet hoe Karl Heinz moeder Jan en Toos de kelder induwt. En toen zet je vlug, zei hij. Naar de kelder toe. Dat was het veiligste punt toen. Hè? Als in dan maar 4 of 5 jaar, dan blijft het heel leven bij je. Hij ging weer direct naar zijn stelling toe. En dat is zijn noodlot geweest. Hè? De Engelsen die hebben dus geschoten op dat kanon. En die hebben dus een misser. En die raakte de boerderij in plak van dat kanon. Hè? Kinderen waren ten doden opgeschreven. Wat was er gebeurd als hij dat niet gedaan had? Dan waren wij zonder meer ook allebei niet meer geweest. Mijn zus niet en ik ook niet. Hè. Dat weet u heel zeker? Heel zeker, ja. Want op die plaats waar wij aan het spelen waren, daar is hij verongelukt. Karl Heinz is uiteengereten door een mortiergranaat. Zijn lichaam ligt in stukken op het erf. Precies daar waar de kinderen speelden. Een mens tot zoveel stukjes. Dat vond ik verschrikking. Dat is echt heel erg. Niet alleen de familie Kilsdonk heeft nagelaten de waarheid te vertellen aan de nabestaande Roche. Sehr geehrter Herr Oberleutnant, ich bitte Sie, mir mitteilen zu wollen, wie der Tod meines Sohnes eingetreten ist. Ich bitte, mir nicht zu verschweigen, sondern die volle Wahrheit mitzuteilen. Oh, der Blutregen und ein Stückchen Kleren und... Overal lag een stuk. Nou, het was echt heel erg. Een Duitse officier schrijft de familie Roche regelrechte leugens over de dood van hun zoon. Sehr geehrter Herr Roche. Er schlief in meinen Armen, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben, ruhig ein. Als letzten, schmerzlichsten Dienst konnte ich meinem Kameraden nur noch die Augen zudrücken. Ihr Oberwachtmeister Heinz Wustmann. Nadien, dus jaren, nadien, dan denkt, hey, deine... Ja, dat zijn dan nog stukken kleren van die militair die daar hoog in die boom hangen. Waarom werd er niet gerouwd om een jongen die twee kinderen redde? Ja, daar werd niet om gerouwd, dat was een Duitser. Zo werd er geredeneerd, hoor, in de oorlog. Ja, het was een mof. En daar was het. En dit verhaal over Karl Heinz heeft de familie Roche 60 jaar lang niet mogen horen. De Leute haben mir erzählt. Sind Sie glücklich, dies gehört zu haben? Ja, sehr. Doch. Ja. Also die Leute haben uns erzählt, dass der Karl-Heinz auf ein Bauernhof gelebt gewesen ist und hat die zwei Kinder, die da waren, gerettet. Und bei der Rettung ist er gestorben. Hat einen Granatsplitter abgekriegt. Und die Leute haben ihm, und dann wollen eben die Kinder, wo die leben noch, und die wollen uns treffen. Hij werd een held tegen wil en dank. Was hij tot voor kort een van de miljoenen die sneuvelde in de Tweede Wereldoorlog, nu is hij ook de man die twee Nederlandse kinderen redde van de dood. Hij ligt nog steeds begraven naast zijn maat Rudy Meinl. Jan en Toos zijn 60 jaar na dato op de begraafplaats om hem te bedanken voor wat hij deed. Ze weten niet dat de halfbroers van hun redder naar Nederland zijn gekomen om hen te ontmoeten.
Hallo. Hallo. Hey. Jan und Toos? Yes. Ja, de Bruder van Karl Heinz. Echt waar? Ja, dat is echt waar. Het is toch, ja, het is. Ja, als we leven redden, dat is nogal iets, hè? Toch, dan gaat toch wel deur omheen, hoor. Ja. Ja. Ja, is het 69? Ah, van, ja. Kleinste. Geweldig. Ja. Wist ik gar niet. Ik wist gar niet wie dat gefallen is. Dat is het eerste Mal. Kijk daar eens aan. Oh, een klein familietje. Ach jee. Hoe hebben ze dat allemaal knallen gekregen? Daar weet je bij niks van. Voor ons heeft je dus een heel goede keuze gemaakt. Maar ja, voor zijn eigen noodlot, hè. Dat denk ik wel van. God. Het heeft jouw leven gekost. Maar je hebt ons wel gered. Das liegt auch in seiner Art. Ich würde sagen, das ist eigentlich typisch für ihn. Wenn er helfen konnte, hat er geholfen. Over Karl-Heinz Ross en de ooggetuigen kunt u zien in de documentaire. Die wordt uitgezonden op 15 juni. Dit was Netwerk. Meer informatie vindt u op onze website netwerk.tv. Morgen hopen we er weer te zijn. Graag tot dan. Goedenavond.